Hey, fijn dat je weer kijkt. In deze video ga ik een van de vragen beantwoorden die tijdens de wekelijkse live QA-sessies zijn gesteld. Wil je daar de volgende keer bij zijn? Druk dan even op de subscribe-knop. Vergeet het belletje niet, zodat ik jouw vraag de volgende keer ook kan beantwoorden. Heb je meer dringende hulp nodig? Uh, of wil je dat ik jouw bedrijf, jouw business, één op één naar een hoger niveau ga tillen? Stuur me even een bericht op Facebook. De links staan in de omschrijving. Voor nu, veel kijkplezier. Als ze erg beschadigd zijn, dan is er weinig wat je kan doen. Tenzij het product kan repareren en weer terug um, naar AVOB kan sturen, dan zou dat nog een optie zijn. Of als de doos beschadigd is, dan hopelijk heb jij wat externe of extra dozen besteld van je fabrikant. Om een nieuw doosje uh, omheen te doen en die toe te sturen. Dat is overigens ook gelijk een tip voor iedereen. Laat altijd minstens 1 tot 5% extra dozen meesturen. En dit hoeft jou niks te kosten. Aan mijn studenten leer ik hoe je dat kan uh, onderhandelen. Um, een andere tip voor jou is om echt te kijken. Uh, wil ik producten en retour sturen? Bereken voor jezelf de kosten die ermee gemoeid zijn om jouw product weer bij LVB te leggen. Weer die verzendkosten te betalen. Um, uh, inclusief de, de retourkosten. Mochten die kosten hoger zijn dan jouw marge. Dan moet je afvragen of je überhaupt het product. Terug wilt hebben in de cyclus. Dus dat is iets wat ik mijn studenten, met mijn studenten ook doorheen ga um, om dit te analyseren. Dit hoort bij een stukje bij, de, bij het stukje retourstrategiebepaling. bepaling. Um, bereken dat voor jezelf. Als je dat nog nooit hebt gedaan, dan zul je misschien voor verrassingen komen te staan. Want um, ik, ja, er zijn gewoon meerdere, meerdere cases die ik ben tegengekomen. Uh, meerdere studenten ook uh, waar ik dit voor berekend heb. Die dachten van: Holy shit, waarom ben ik eigenlijk producten terug aan het sturen? Het kost mij meer geld dan dat het mij daadwerkelijk oplevert. Dus een um, paar tips voor jou dus in deze vraag. Succes ermee. Wacht, voordat je wegklikt, ik wil je wat vragen. Heb je waarde uit deze video gehaald? En zou je meer gratis content van me willen zien? Druk dan even op die like-knop. Dat waardeer ik ontzettend. En ik beloof dan dat ik mijn best doe om meer gratis waardevolle content te plaatsen voor je, zodat jij er wat aan hebt, zodat ik blij word, jij blij wordt, iedereen blij wordt. Dus druk even op die like-knop. Bedankt.